die minister is van Veiligheid en Justitie. En dat is niet zomaar een naamswijziging. We benadrukken hiermee het grote belang dat het kabinet hecht aan het veiliger maken van de samenleving. Maar we willen ook nog iets anders duidelijk maken. Het oude, voor sommigen van u vertrouwde ministerie van Justitie, heeft de ramen opengezet. Het is dus niet zo dat er een departement is van Justitie waar al bijgekomen is. Nee, het is een nieuw departement. Ik zeg het ook vaak zo. Het is een departement nu waar het hele directoraat-generaal Veiligheid van het